In Gelderland hebben 447 boeren zich aangemeld voor de landelijke beëindigingsregeling. Deze subsidieregeling is bedoeld om de stikstofuitstoot in de veehouderij te verlagen. Ook in onze regio nemen veel boeren afscheid van hun vee. Een van hen is Pieter Teunissen uit Bergharen. Sinds 1997 runt hij de boerderij die hij van zijn ouders overnam. Dat het familiebedrijf ooit zou stoppen, had hij zich nooit kunnen voorstellen. Toch is het moment nu daar. De koeien worden opgehaald en de veehouderij sluit binnenkort haar deuren. Ik ben hier geboren en getogen. Ik weet niet anders dan dat ik of hier op deze locatie koeien hebben gelopen. Ik heb op de Hals gezeten, ik heb 4 jaar gestudeerd. Het bedrijf van mijn ouders overgenomen, waar ik ook erg dankbaar voor ben. Alleen nu moeten we het afsluiten. 1,5 jaar geleden heeft Pieter de keuze gemaakt. Hij had geen opvolgers en kan met de regeling een andere richting inslaan. In Gelderland hebben 447 boeren zich aangemeld voor de landelijke beëindigingsregeling. Deze cijfers geven een indruk van de interesse in de subsidies. Maar niet van het aantal veehouders dat daadwerkelijk zal stoppen. Hiervan zijn de cijfers regionaal niet bekend. Landelijk zijn deze cijfers wel bekend. Er zijn namelijk 1488 boeren die de subsidie hebben aangevraagd. En 862 die daadwerkelijk gaan stoppen. Pieter gaat zich meer richten op onder andere akkerbouw. Maar de keuze om te stoppen heeft hij niet zomaar gemaakt. Nou, het proces begint eerst intern, zullen we zeggen, met jezelf. Van, wil je wat? Hoe zie je zelf de toekomst? Ja, en daarna ga je kijken van, zijn er mogelijkheden waar ik gebruik van kan maken om dat te realiseren. Het stoppen, CQ, een andere richting in te gaan. Zelf is Pieter tevreden over het proces van de beëindigingsregeling. Maar hij maakt zich wel zorgen over de toekomst van de agrarische sector en het beleid wat er vanuit het kabinet wordt gevoerd. Ik denk dat ze gewoon stuurloos zijn. Er wordt geen duidelijke regelgeving gegeven. Er zijn gecreëerde problemen die eigenlijk op onze agrarische sector worden afgewend. Pasmelders is gewoon een gecreëerd probleem. Mestprobleem is een gecreëerd probleem. Alleen dat weten wij als sector zelf. Alleen de buitenwereld heeft het niet in de gaten hoe deze problemen gecreëerd worden. Edwin Zengers, melkveehouder in de regio, maakt zich zorgen over de plannen van het kabinet. Terwijl de maatregelen bedoeld zijn om de milieuproblemen aan te pakken, vreest Zengers dat ze juist voor meer problemen zullen zorgen. Edwin Zengers, melkveehouder in Wijchen, ziet steeds meer collega-boeren om zich heen stoppen. Zelf heeft hij echter zijn twijfels over de maatregelen die het kabinet heeft genomen. Hij vraagt zich af of we wel een mestprobleem hebben en of dit mestprobleem niet juist gecreëerd is. Ik denk dat we eerst maar het mestprobleem eens duiden. Want er blijkt in de landen toch wel een enorm verschil te zijn ten aanzien van, tussen aanhalingstekens, het mestprobleem. En dan doe je met name op de nitraathoeveelheid in het grondwater. En dat probleem doet zich voornamelijk voor op bedrijven die minder grasland hebben. Op lichtere zandgronden en met name hier in het rivierengebied, zeker op zeeklei en dergelijke, is dat totaal niet aan de orde. Hij zou pleiten voor meer maatwerk in de regelgeving. Melkveehouders hadden een uitzonderingspositie. Zij mochten meer mest op hun land gebruiken, mits ze voldeden aan bepaalde voorwaarden. Zoals het behouden van minimaal 80% grasland. Dit stond bekend als derogatie. Echter, deze uitzonderingspositie vervalt. En de nieuwe regel geldt voor het hele land. Houdt dat in waar we normaal gesproken tussen de 230 kilogram zuivere stikstof uit dierlijke mest mochten gebruiken, we teruggaan naar 170. Houdt dus in dat we 60 kilogram zuivere stikstof overhouden. Oftewel, we moeten bijna 20 kuub per hectare af kan voeren van ons eigen bedrijf. Op dit moment is er een overaanbod van mest, wat positief kan uitpakken voor boeren met veel grond, zoals Edwin zelf. Voor hem is het financieel gunstig dat andere boeren hun mest bij hem kunnen afleveren. Toch voorziet Edwin problemen voor de toekomst. Wanneer er veel veehouderijen stoppen, denkt hij dat er een tekort aan mest kan ontstaan. Dit zou volgens hem problematisch kunnen zijn, aangezien elk gewas afhankelijk is van mest voor een gezonde groei. En het zou natuurlijk het mooiste zijn dat je daar zelf in kunt voorzien met het overgebruik van dierlijke mest, in plaats van dat ik mijn dierlijke mest af moet gaan voeren en kunstmest moet gaan kopen. Ja, dan komen we vanzelf bij het kunstmeststuk terecht. Ik vraag me eigenlijk oprecht af,
ja, gaan we het dan milieutechnisch beter doen als dat we het tot nog toe gedaan gehad hebben. Daarnaast maakt Edwin zich ook zorgen als er minder grasland komt, als er minder vee is in het land. Grasland is een heel belangrijk gewas, omdat dat het jaar rond groeit en dus maximale mineralen opneemt, ook verdwijnt uit het landschap. Oftewel, die ondernemer gaat op dat moment de keuze maken, want die kan wel gras telen, maar ja, als je geen koeien hebt, wat moet je dan met de gras doen? Dat kun je wel in een bakje leggen in de winkel, maar wij als mensen zijn helaas niet in staat om gras te verteren tot iets van wat voor ons nuttig is, die koe wel. Dus de ploeg gaat in de grond en dan komen andere gewassen voor terug, en met name open teelten. En doordat je open teelten hebt die niet het hele jaar door het land bedekken, dus ook niet het hele jaar door groeien, zoals de uitspoeling van onder andere mineralen op een hoger niveau liggen als onder grasland. Dan gaan we over een paar jaar gewoon terugzien in de waterkwaliteit.